Wat hebben we vandaag gedaan? Buik geschoven. Andere waterspelletjes. Buikgeleiden. We deden volleybal met watersponsjes. En we gingen een flessenvoetbal doen. Flessenvoetbal hoor ik. En sponstickertje. En daarna gingen we douchen. Ja. Hij zit in het groepje van Demi. Haar bijnaam is HDMI. En hoe was het weer vandaag? Lekker zonnig. Lekker warm. Een heel klein beetje regen. Heel klein beetje. En vanochtend toen we wakker werden, wat hebben jullie toen gedaan? Nou, we ontbeten. We hoorden eerst de wekker van Demi om 7:30 of zo. Wij die van Ruk. En wij werden wakker en alle meiden. En toen, toen zei Peter dat we moesten allemaal een hutje eten van Demi opschieten. Ja, en toen kwamen we nog aan het wakker waren. En een soeplepel. Ja, Pascal, Pascal kwam met een pan onze kamer binnen. En een soeplepel getrommeld in onze kamer binnen. En de brandluis was ook gekomen. En klaagdwaard. En wat gaan wij vanavond doen? Het grandioze nachtfeest! En wat is dat? Een overloopspel. Dan moet je ballonnen lekker prikken bij de meiden. En bij de overlopen. En als je in het licht komt, ben je af. Ze hebben ook nepstruiken. Spotlight. Oké. En hoe vinden jullie het kamp? Leuk! Ik ga volgend jaar weer. Ja? Ik ook. Ik ook. Ga volgend jaar ook weer. Waarom ga je volgend jaar? Ja, dat is toch leuk. Ik kan niet over hebben. Okay.